YouTube-kennissen, vrienden ook echt zo diep in jouw hart zitten als dat jij doet lijken? Nee, Rolf! Het is precies goed! Ja, god! Oh, ja. Andere vrienden heb je wel. Don de Jong. Die? Die heeft dezelfde auto als Don ik. De Jong. Don de Jong. Wie is Don de Jong? Welkom bij de Weekbreker. Dit is Frenkie Dien en dat is mijn moeder. Hey. Auwe. Auwe? Ja, auwe. Voel je goed? Ik voel me perfect. Ik voel me ook goed, mocht je het willen weten. Ja, je ziet er ook goed uit. Ja, goede jacka. Alles goed. Alles goed, ja. Hey, nieuwe dag, nieuwe gast. Ja. Heb je een idee? Kan je mij vertellen wie het is? Ja. Nou? Dutch. Performante! Yeah. Hallo! Hallo! Dit is Bas. Ja, top! Nou, zo. Ga lekker zitten! Gezellig. Leuk dat je er bent! Dankjewel. Jullie ook leuk dat jullie er zijn. Ja, we doen ons best. Dutch Performante, een geboren Amsterdammer die op zijn 14e stopte met school om een verkorte route te pakken naar een miljonairstatus. Wat hij ongeveer verdient? Geen commentaar. Hij is naar eigen zeggen doodsbang voor zijn vrouw. Als ik jou niet had, had ik wel een ander. En ook niet de minste, want als hij haar om zou kunnen ruilen, doet hij dat dan ook zonder pardon voor de mooie Chantal Jansen. Wie hij liever ziet gaan? De plaaggeest. Tenzij hij op zoek is naar een nieuwe badkamer. Dan is hij bij Dutch Performante meer dan welkom. Allereerst, ja. Waar komt jouw naam vandaan? Spreek je het is Marokkaans. Het is Marokkaans? Marokkaans, ja. Ik ben half Marokkaans. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Marokkaans. Ik dacht dat je Indisch was. Nee, Indisch? Dacht je Indisch? Nee. Kan ook. Misschien aan mijn neus, maar... Hoe spreken we het goed uit? Shahid. 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 Ashid. Shahid. Shahid. Achu. Je hebt ook kindjes? Ik heb 4 kinderen. Wat? 4 kinderen, ja. Dat zijn veel kinderen. Wat is de oudste? De oudste? Die is 11. En de jongste? 3. Als er nog 3 zijn, vind ik dat het leukste leeftijd, zeg maar. Een beetje baldadig. Dat heeft nog mijn broertje. Hij is nog maar echt 9-8 maanden en hij is helemaal gek. Als hij dit ziet, pakt hij... Met de tong veel. Ja, een beetje hetzelfde wat jij deed altijd vroeger. Wat voor werk doe je eigenlijk? Wat voor werk ik doe? Ik verkoop badkamers. Badkamers? Badkamertjes, ja. Word je rijk van tegels? Heel rijk. Maar van 1 tegel niet. Je moet er heel veel verkopen. Aan zijn auto's te zien. Aan mijn auto's te zien. Gaat het niet heel slecht. Maar van 1 badkamer kan ik geen Lamborghini rijden. Wat kost 1 tegel? 1 tegel? Ja, eentje maar. 1 tegel. 9 euro ongeveer. Oh. Zo weinig. Kun jij een stapeltje tegels goed inschatten aan waarde tegenover iets anders? Dat gaan wij ontdekken. Want ik heb voor jullie een challenge. Wij hebben... de tegel van jouw website, de Elite Rialto Aforio. Ja. Ja, je ziet hem welke voor maat? Je. Ja. Dat hou ik eventjes in het midden, welke maat. Ik weet in ieder geval dat er zo'n badkamertje van ongeveer 10 vierkante meter betegeld moet worden. Dat hebben we even apart gelegd. En wij gaan kijken of jij weet, als ik er nu iets anders tegenover hou, of jij weet, is dat dan meer of minder waard? Okay. En als jij dat fout hebt, dan knal jij een goed handje naar binnen, zonder te kauwen. Zonder te kauwen. Oké. Je gaat als een hamster verzamelen in die wangen. En hetzelfde geldt voor jou. Weet jij of de tegels of het andere voorwerp meer of minder waard is? Eerst even een watertje. Voorbereiding is key. Dan is ook aan jou. Scheppen maar. Oké, zijn jullie klaar voor het eerste item? Nou, let's go. Ik heb er zin in. We hebben jouw tegel en daartegenover een foei lelijke. Ja, ik denk ongeveer die tegels zijn rond de 800 à 1000 euro totaal. Zonder plakken, gewoon al echt een pure tegel. Oh. Maar wat? Dat is een Balenciaga krokpunt. Dan denk ik toch dat die gekke hak meer waard is. Ja. Doe een wild guess, wat denk jij? Tegeltje pump, wat is meer waard? Als die duurder als 800 euro is, dan ja. Die van rechts. Jij denkt de pump is meer waard? Ja. Zie je me gewoon na te doen? Ik ben bang dat jullie allebei verkeerd zitten, dus jij mag een handje... Ja, nou gelukkig is het iets anders dan dat. Popcorn in het mondje doen. Maar dan moet... Gewoon iemand. Maar dat is best veel. Ja, je hebt het zelf gepakt. Oké. Oh ja, bijna allemaal erin. Dronken. Niet kouwen. Moet mag in mijn wangen. Zo is het goed. Ik moet nog. De volgende is voor jou.
Wat is goedkoper of duurder? Je favoriet, Frank. De Gucci belt. Of de tegel. Maar niet wat je mooier vindt, maar wat meer waard is. Wat je mooier vindt. Natuurlijk zijn die tegels mooier. Waarom? Waar is de popcorn? Je praat. Je zit hier. Oké. Okay. Maar smelt. Gewoon een hele kleine. Maak een keus. In 3, 2, 1. Gucci! Gucci? Helaas, jij zit er ook naast. Boeiaa! Je mag een hap in je mond. Niet nee, een heel hap. Ja. Anders help ik je. Doe die ene die dan op je bureautje ligt erbij. Oké. Okay. Dutch performant. Ja. De volgende is... een andere tegel. Oh nee, het is een schilderij. Sorry. Het zou ook een tegel kunnen zijn. Het wordt heel druk in je badkamer. Van wie is het merk? Het is gewoon iemand die op Pinterest helemaal tekeer is gegaan op een zondag. Mijn tegels zijn duurder. Oh, verkeerd! What the fuck? Niet schelden, hè? Kind. Doe maar in je mondje. Dan horen we je niet meer. Ja, oké. Okay, de volgende voor Frankie. Wat is meer waard? Deze mooie instappers van Arlene. Of die tegel, wat denk je? Tegels! De tegels meer waard. Oh, je hebt geluk! Oh ja! Dit is het moment om terug te slaan. Dutch performante, voor jou de volgende. Wat is meer waard? Deze hond, ja. Oftewel een soort van beer. Tegels. De tegels zijn meer waard? Ja. Is het naast? Doe maar. Ja, en knal erin. Je kan het. Frankie, voor jou. Wat is meer waard? De tegels of, de laatste vraag is... de Red Bull playset? Seat. De playseat. Oeh. Wat zegt je gevoel? Ik wil het nu weten. Wat zeg je? Wat is meer waard? Kom op! De tegel? Je hebt weer gelijk! Frankie Dien heeft gewonnen! Ik ben niet partijdig, maar wel enthousiast. En nu? En nu mag je kauwen en slikken. We hadden het net even over je auto's al. Ja. Daar geef je goed geld aan uit. Hoeveel auto's heb je? Ja, maar hoeveel? Ik heb Lamborghini, een Porsche, een Mercedes en een Peugeot. Vier. Een Peugeot? Wat is de snelste auto? Ik denk Lamborghini. Ja. Wat is hoeveel geld dan? Hoeveel geld? Ja, hoeveel? 3 miljoen. Nee. Een Peugeotje was 100 euro. Wat? Zo weinig. Ja. Zo weinig. De Porsche was 160.000. Oh. Wat is jouw... droomauto. Mijn droomauto? Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik een auto wil met deuren omhoog. Oh, dus misschien een Tesla. Ja, kan. Of een SVJ Aventador. Heb je ook wel eens, wat is je record van rijden? 335. In Duitsland. 335. Kilometer per uur. Was je hoogste boete? Mijn hoogste boete? Ja. 1500? 1500? Niet echt veel hoor. Nee. Oh, 15. Oh, bedoel je 500? Nee. Hij bedoelt 1500. Oh. Maar weet je ook genoeg van wereldrecords? Nou, ik volg het sinds de laatste tijd wel een beetje, maar ja, ik weet niet hoe goed ik hierin ben. Zullen we nou beginnen of ben ik helemaal... Ja, we gaan beginnen, maat. Je hebt gelijk. Ik ga jullie de vraag stellen. En wat krijgen we nu in ons mond? Het eerste wereldrecord is voor jou, Frankie, om te raden. De langste nagels, hoe lang zijn die? 5 meter. 5 meter? Nee, 5 meter. Nee, dat is te lang. Ik wil nu een antwoord. 3. Nee, doe niet. Misschien wel 1 metertje. 1 metertje? Helaas! Deze nagels zijn bijna 2 meter lang. Je zit ernaast. Maar jij lacht, maar je weet helemaal niet... of jij goed hierin bent. Want we hebben voor jou de volgende. De persoon met de meeste piercings. Oh mijn god. Piercings? Wat zijn piercings? Het zijn van die, ja, waar jij in je oorlellen hebt, gaatjes. Dat heeft deze persoon in het hele gezicht. Kappen. Misschien ook andere plekken. Kijk, je gaat even, ja, ga maar hoor. Ga maar tellen. Dat kan je toch mooi tellen. Okay. Ik durf niet te zeggen of de piercings enkel in het gezicht zitten. Maar wat we nu zien van deze persoon is het spiegeltje. Misschien weet ik Oké, dus het kan ook in zijn lichaam. Okay. Ja, dus. Maar hoeveel heeft deze persoon er? Misschien weet ik het. Misschien, ja. 450. 450 is jouw antwoord? Ja. Plak daar maar een 0 aan vast, want het is 4.225. Goh. Gossie mijne, inderdaad. Stel nou, je haalt ik dat dacht eruit. Gewoon dat dan. De volgende. Voor jou, Frankie Dien. De langste man.
Daar staat hij. 2 meter! 2 meter ra? Ja, 2 meter. 2 meter 51. Ik wist het. Jij wist dit? Ik wist het. Nee, dat wist jij niet. 100%. Nee, dat wist jij 100%. Niet. Nee, dat wist jij niet. De volgende weet je hopelijk wel. De grootste mond. Hoe? En dan niet in brutaliteit, maar in... Centimeters? Ja. Doorsnee? Het is doorsnee, ja. Ik vind het ook eng. Waarom is het zo groot? 27 centimeter. 27? Ja. Je zit er 10 centimeter boven, helaas. Het is maar 17. Dat is ongeveer een... Hoe heet dat weer zo'n driehoek? Triangel? Die je gebruikt met wiskunde. Ik dacht 27. Ik weet het ook niet meer. Frank Dinder is ook een duurste hamburger, blijkt dus. Die is in Nederland gemaakt, hè? Is in Nederland gemaakt, hoor ik net hier op rechts. Weet jij wat die kost? 5.000. Het is precies goed! Ja, god! Hoe dan? Dat is 2 punten waard. Ah, lekker dan, move it, move. Er zit ook bladgoud op, hè? De volgende, voor jou, Dutch performante. De langste kus. Hoe lang hebben ze dit volgehouden? Jemig. 3 dagen. 3 dagen, dus jij zegt... Dat is 72 uur. 72 uur, zeg jij dus? 40. Ja, dat is... Niet goed! Zij hebben maar volgehouden een 58 uur, 35 minuten en 58 seconden. Precies. Toen waren ze er klaar mee en zijn ze gaan scheiden. Wat is jouw langste kus? Wat is jouw langste kus? Seconden. Maar mama, wat is jouw langste kus? Ja, ik denk dat ik ook wel... Ja, uren wel met je vader. Ja. Okay. Nou, ik ga even niet in deze familie zitten, hoor. Jij hebt weer gewonnen. Applaus voor jezelf. Je mag een rondje in de Lambo. Oh nee, je bent nog niet 18. Je mag een rondje. Ben je met de Lambo? Nee, ik ben met de Panamera, Porsche. Mag ik een rondje met jou in de Porsche? Tuurlijk mag dat, gaan we doen. Je hebt ook wel vrienden met goede. Goede, mooie dikke. Goede waggies. Ja, zeker. Met Dylan Hagens. Dylan Hagen. Ik denk dat hij dan. Juist degene is die niet heel erg een dikke waggie heeft. Nee, en op, maar wel Tesla. Andere. Maar ja. Andere vrienden heb je wel. Don de Jong. Die? Die heeft dezelfde auto als Don ik. Don de Jong. Don de Jong. Is dat zijn artiestennaam? Don de Jong. Wie is Don de Jong? Weet je niet wie Don de Jong is? Wie is Don de Jong? Kijk, Chris Brown. Chris Brown. Ken je Justin Bieber? Ja. Ja? Nee, ik ken hem wel, maar ik zie hem nooit. Zij zijn de vrienden van Stuk TV, ook jouw vrienden. Ja, sinds de laatste tijd wel. Ik heb vanavond een feestje met ze. Maar waar is de, ik weet niet. Waar is een soort van collega's, hè, op social media. En nu ga je ook wel met ze om, ja. We gaan testen of die so-called YouTube-kennissen, vrienden, ook echt zo diep in jouw hart zitten als dat jij doet lijken. Nee, ik ben benieuwd. Enzo Knol. Wie? Ja. Je bent aardig close. Ja. Ondertussen. Jullie rijden elkaars auto en jullie hè, ja, lachen naar elkaar. Geven likes. Ja. Even comments. Je zou denken, je kent hem goed genoeg. Maar weet jij ook wanneer hij jarig is? God. Dit doet pijn, hè, Enzo? Dit doet pijn. Ik weet niet eens wanneer mijn vrouw jarig is. Ik weet niet ook niet mijn kinderen wanneer die jarig zijn. Ja, nee, daar kan je niks aan. Je hebt 4 kinderen. Sorry, Enzo. Het is allemaal gebaseerd op, nepheid, deze vriendschap. Het gaat er helemaal niet om jouw karakter. Daar kijken. Om jouw YouTube. Mama, niet community. Daar kijken. Wat daar. Ik heb een eigen camera, vriend. Oh. Oké, okay, nou, sorry Enzo. 8 juni. 8 juni? Ja, nou, wist niet. Nee. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Dat wist je echt niet, hè? Dat wist je echt niet. Je kan het goed maken met de familie Knol. Hoeveel jaar schelen Enzo en zijn broer Milan? 5 jaar. Jij weet het, zei je net. Nee, geitje. Je hebt ook niks aan hem. Maar als je hulp nodig had, was het bij deze vraag wel, want het is maar 2 jaar. De jongens van Stuk, je gaf net aan. We beginnen als collega's, maar later groeien jullie als een hechte bromance. Dat gaan we nu testen. Zet de jongens van Stuk TV op volgorde van oud naar jong. Ja. Wat karakter, hoor. Wie? Giel is het oudst, dan Stefan. En dan de bachelor. Je hebt het goed. Maar dan doe ik puur op gedrag. Bambicep?
ook wel een echte billenmaat onderhand. Ja. Maar, wat gaat hij binnenkort uitbrengen? Kookboek? Dat is al uit, maar... Dat heeft hij dus onlangs uitgebracht. Kapperzaak. Je zat goed hoor, rustig maar. Je hoeft niet te wild te gaan roepen nu. Ja, dus hij heeft de fout, dus hij heeft de fout toch. Ik wil nog wel dingetjes in de vriendenboekje doornemen met jou. Ja, dan gaan we dat eens even doen. Wat wil je doornemen? Ja, oké, wacht. Oké. Welk moment zou je in je geheugen willen wissen? Oh, de scheiding van mijn ouders. Ja. Ja. Dat vond je pijnlijk? Ja, dat toen ik 11 was, 12, nee, 11. Toen had ik er heel veel moeite mee. Vond ik niet goed om lopen janken. Ik was altijd een moederskindje. Toen ik hoorde dat ze uit elkaar gingen, toen deed me pijn. Ja. Het is allemaal goed terechtgekomen, gelukkig. Waar ben je doodst bang voor? Ik weet het, ik weet het, ik weet het! Mag ik het zeggen? Ja. Je vrouw? Ja. Waarom? Had ik al gelezen in je boeken? Nee, gewoon. Die heeft gewoon de regie, gewoon tenminste. Die, moet ik het zeggen? Mensen naar achter, nou, strak. Ze is wel heel makkelijk hoor, daar niet van. Ik mag alles doen. Het succes wat ik heb ik ook aan haar te danken. Maar als ze op een gegeven moment iets wil, dan wil ze het wel, ja. Levensles? Voor je kinderen. Voor mijn kinderen. Voor de kinderen. Ja, voor ieder zijn kind eigenlijk. Voor ieder zijn kind. Niet te veel naar social media kijken. Maar daarvoor... Kost alleen maar tijd en je krijgt er niks voor. Maar daar verdien je geld mee, dus dat is wel... Ja, je verdient er wel geld mee, maar... Gekke filmpjes en ze kunnen beter in de boeken gaan duiken of rekensommetjes gaan maken. Want dan hebben ze later veel meer aan. Dus... Alsjeblieft, ga je kinderen naar schoolsucces gooien. Je bedoelt je bijles? Ja, dan zijn ze helemaal, zegt ze, kijk papa, mama, ik heb nu keersommen gedaan. Wee, yo, kapot koe, ik ga nooit meer dat spelletje doen. Ik vind het nooit meer leuk. Maar voor nu, ja. Dankjewel voor je komst. Ja. Ja, dankjewel dat je er was. En de volgende keer misschien... Superleuk. Misschien voor het volgende jaar ben je misschien weer. Ja, dan kom ik met mijn Lambo, als ik hem dan nog heb. Is goed. Oh, ja. Dus het staat nu zwart. Iedereen bedankt voor de kijkers. En ik hoop dat jullie een fijne dag krijgen. Fijne dag. Fijne dag allemaal. Fijne dag allemaal. Ciao. Doei, ik ga daar los.